Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik zie aan de jongens, die staan daar of die zitten daar, die hebben heel veel plezier. En ik denk dat het uiteindelijk het belangrijkste is dat die gastjes plezier hebben. Het gaat niet zo goed, nee. Ik denk dat we niet snel genoeg met de bal handelen en we willen steeds naar voren en dribbelen met de bal en dat hoort niet bij zaalvoetbal. Ik vind het heel leuk. Anders heb ik niks te doen in de vakantie, dus ik vind het heel leuk, ja. Ja, we hebben er zin in en we zijn hier best met een sterk team gekomen. Jongens hebben er ook zin in om hier aan mee te doen. Een prachtig toernooi eigenlijk. En hartstikke leuk. En goed, we hebben wat zaalvoetballers bij elkaar gehaald. Zelfs ook nog Mode bij natuurlijk, onze assistent trainer van 1. Dus hartstikke leuk. De eerste indruk is heel erg goed. Het is allemaal prima geregeld. Het is duidelijk hoe de regels zijn. Je wordt goed ontvangen. Nou, het is perfect. Het zit goed in elkaar. Eerste keer VDB zaaltoernooi. Zeg het maar, tevreden? Ja, dat denk ik wel, ja. Of nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Als je kijkt wat er vanmorgen met de jeugd, met de DNSC, was mooi. Leuk om te zien. Veel ouders die kwamen kijken natuurlijk. Dus daar hadden we een goed gevoel over, denk ik. En toen vanmiddag hadden we eventjes tijd om ons weer voor te bereiden op de senior. En als je dan ziet wat er allemaal op afkomt, ben ik in ieder geval tevreden? Ik denk zeker ook meer dan tevreden. Dan kijk ik meer even ook naar in hoe korte tijd we dit neer hebben gezet met elkaar. We hebben dit in anderhalve maand hebben dit eigenlijk op poten gezet. En als je ziet wat er nu op afkomt in de middag. Als je zag het enthousiasme vanochtend bij de jeugd. Bij de spelers, begeleiding, berichten die je ook over Twitter ziet over de organisatie. Nou, prima. Dus ik denk dat we zeker heel tevreden mogen zijn. Is dit voor herhaling vatbaar? Ja, als je alleen kijkt waar we nu staan met deze accommodatie. Die vraagt er eigenlijk om.